Het is het hele proces gebeuren gewoon. Proces, oké. Okay. Het proces gebeuren. Bridget en Hazes, ja. Ja. Bridget en de andere Hazes. Nou ja, goed. Kijk, die Maasland, dat is nog gewoon een klassieke reldeldel. En die kom je niet zo vaak meer tegen. Nou ja. Dat is al rust, dat sterft bijna uit. Ja, dat is toch mooi? Dus laten we daar nou gelukkig mee zijn. Trots. Dat de reldeldel en noem het maar op en de drel, dat die nog een beetje rond dwarrelen, ja. Ja, door Nederland. Ja. Dus daar moeten we de handjes mee dichtknijpen. De types als Maasland, dat sterft uit en gelukkig is dat er nog. Maasland is meer dan kaas. Ja, bijvoorbeeld. Ja. En ja, weet je, kijk, ik lees van alles over die Hazes en die Maasland. En het is een heel simpel verhaal. Leg me uit. Kijk, hier worden twee begrippen met elkaar verward. Oké. En dat is het begrip geil en houden van. Die twee begrippen worden constant door elkaar gehaald. Ja, ja, ja. Ja, en we hebben hier te maken, in geval Hazes Maasland. Geil. Met de afdeling geil. Oké. Okay. Nou, niks aan de hand. Als die Hazes dat nou direct had waargenomen en bij zichzelf dacht, oké, ik ben geil, ik moet die Maasland even een beurt geven. Ja. Niks aan de hand, doe dat dan ook, Hazes. Daar hoef je niet voor het hele huis leeg te halen, te verlaten, iedereen mee lastig te vallen, ja. Dat jij zo nodig geil bent. Die Maasland even wil doen. Ja. Nee, en dan gooit alles overhoop. Ja. Dus de volgende keer, André Hazes, als je weer een aanval krijgt van geil, dan ga je dat gewoon doen en je houdt je kop, oké? En dat is wat er hier aan de hand is. Ja. Herken jij je daar heel goed in of niet, Harry? Ja, ik heb dat in het verleden zelf ook wel eens een keer last van gehad, geloof ik. Ja. En iedereen heeft daar wel eens last van gehad. Ja. Dat je eventjes een moment krijgt van je pik achterna, maar ja, en dat is wat dit is. Ja.